Het zaalhockeyteam van HBM behoort bij de top van Nederland. Als voorbereiding op het verdere verloop van de nationale competitie en de Europa Cup speelden de Hagenaars een oefentoernooi in sportcentrum De Fluit in Leidschendam. De Russische kampioen Dynamo, Jekaterinburg en Rood-Wit waren de tegenstanders. Arnoud Schollema, coach van de zaalhockeyers van HDM. Jullie zijn in voorbereiding op de rest van het seizoen. Ja, dat klopt. We hebben een korte voorbereiding gehad. We missen onze internationals nu en de twee jongens die verhinderd waren vandaag. Maar we zijn volop in voorbereiding op de rest van het seizoen. Op de play-offs, richting play-offs. Hopen dat we die gaan halen. Dat is het uiteindelijke doel. Want het moet eigenlijk net zo gaan als het vorige seizoen, waarin het heel erg goed ging. Ja, precies. Dat vorige seizoen ging het hartstikke goed. Wat eigenlijk dit jaar een beetje verschillend is, is dat we in een iets andere samenstelling spelen. We missen één of twee jongens die we vorig jaar er wel bij hadden. En dat merk je toch dat het even lastig is met invullen. En we hebben een aantal internationals die tijdens de voorbereiding eigenlijk alleen maar met het Nederlands zaalteam bezig zijn. En dus niet mee kunnen trainen. Die vanaf volgende week dinsdag er weer bij zijn, omdat het EK nu is. De Europa Cup komt eraan. Dat moet natuurlijk ook een hele happening zijn voor HDM. Hoe ga je dat invullen? Ja, dat is de reden eigenlijk dat we willen zorgen dat we de play-offs halen. Op het moment dat we de play-offs mislopen, hebben we twee weken tussen de competitie en de Europa Cup waarin we niet kunnen spelen. En de meeste teams tegen wie je kunt oefenen, die gaan allemaal weer op het veld beginnen. Dus we willen zo snel mogelijk eigenlijk die play-offs halen. Dat we in ieder geval dat weekend ook spelen. Met het uiteindelijke doel om uiteindelijk onze titel te prolongeren inderdaad. Wat zijn de kansen in de Europa Cup? Heb je daar enig zicht op? Ik heb een jaar of vier geleden ook mogen spelen, toen nog als speler. En we zaten toen met een team dat een beetje in een griepgolf zat. Dus er waren een hoop jongens niet fit. Het niveau is heel hoog. Als je ook ziet dat de Russische jongens hier geloof ik vijf internationals missen. En wij missen dan op dit moment vier spelers. Zie je toch dat het niveau nu al redelijk hoog is. En dat het ook nog een stuk hoger gaat worden. Maar onze kansen daar, ik hoop dat we erin blijven. En dat we niet degraderen, dat zou het allermooiste zijn. En elk stapje hoger, dat is meegenomen. HDM is top in de zaal. Ik zou zeggen eigenlijk nu nog op het veld. Ja, dat klopt. Dat is het uiteindelijke doel waar we naartoe werken. Dat is ook de reden dat hier op het moment dat we kunnen, dat we heel veel jeugdspelers mee laten doen. Wij zijn een club die ambiëren om jeugdspelers weer bij het eerste te krijgen. We willen ze op deze manier ook beter laten worden. Laten we naar een hoger niveau, zo snel mogelijk weer terugkeren richting hoofdklasse. Hoe komt dat? Dat je in de zaal zo goed bent en op het veld ja, nog niet hoofdklasse waardig? Ja, de zaal is een heel ander spelletje. Het is, de bal mag bijvoorbeeld niet hoog, tenzij die op goal is. Het is een veel tactisch spelletje. Je hebt eigenlijk maar vijf spelers nodig in het veld en een keeper. En op het veld hebben we natuurlijk 10 goede spelers nodig en een keeper. En dat is een beetje het verschil, denk ik. Dus dat dus wel lukt. Dat betekent dat je geen goede basis hebt voor op het veld om in de hoofdklasse te spelen, als ik goed begrijp. Ja, het is een iets ander spelletje. En we hebben een jongen erbij die speelt op het veld bij Stichtse. We hebben drie jongens van HGC erbij, die op het veld bij HGC spelen. En een aantal jongens uit de eigen selectie. Dus het is een beetje een mengelmoesje van jongens die het heel leuk vinden om te zaalhokken. En wat voor ons wel belangrijk is de jongens die meedoen bij HDM, dat die ook een relatie hebben met HDM. Dus iedereen heeft wel iets met HDM, of heeft in de jeugd gespeeld, of heeft er ooit gespeeld. Dat is wel belangrijk. Als je langs de kant zit als coach zijn, kriebelt dat dan niet? Ja, heel erg, heel erg. En zeker omdat ik dit jaar zelf niet speel in de zaal. We spelen normaal met tweede. Maar die spelen op zondagavond competitie en daar heb ik voor bedankt, daar heb ik geen zin in. Dus, maar het kriebelt heel erg, ik zou heel graag meedoen, maar mijn tijd is geweest, helaas.